We gaan praten uiteraard over het nieuws uit Israël. Daar zijn nog steeds gevechten gaande, ook op dit moment. Op 6 plekken in het zuiden van Israël zou nu nog worden gevochten aan de grens met Gaza. En ook zou daar nog steeds Hamas-strijders het land binnenkomen. En dat dus 2 dagen ruim nadat die aanval van Hamas daar begonnen is, die verrassingsaanval. Het ene na het andere land betuigt zijn steun aan Israël, maar die steun is niet unaniem, blijkt ook uit een spoedbijeenkomst van de VN-veiligheidsraad gisteravond laat. En ook China heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren en herhaalde zijn steun voor een onafhankelijke Palestijnse staat. We gaan praten over het nieuws en de reacties met onze buitenlandcommentator Bernard Hallenburg. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen, Ivan. Ja, die reacties. Rusland en ook landen die onder invloed van Rusland staan, die hebben die aanvallen van Hamas niet veroordeeld. China zegt dus, we willen een staakt het vuren. Wat moet je van dit soort statements maken in deze situatie? Nou, die landen, hè, Rusland en China, die hebben natuurlijk ook enorme belangen in de Arabische wereld en elders. En die nemen als standpunt, wij zijn ook erg geschrokken door deze oorlog, maar wij willen een oproep aan alle partijen om gewoon voor het staakt het vuren. En niet specifiek één partij veroordelen. Dat is de discussie. Het is niet zo dat ze het goedkeuren. Allebei de landen hebben uitstekende relaties met Israël. Er wonen 1,3 miljoen Russen in Israël, om maar eens wat te noemen. Dat geeft sowieso al een bepaalde relatie. Er zijn destijds in 2015, toen de Russen, ik zal maar zeggen, plotseling de luchtmacht werden van Syrië, van Assad, afspraken gemaakt tussen de Israëli's en de Russen om er bij Iran op aan te dringen om Hezbollah een beetje te beteugelen. Mm-hmm. En dat is allemaal gebeurd. Dus die relatie is helemaal niet slecht. En met China ook niet. Er is een enorme handelsbetrekking tussen China en Israël. Ja. Maar die landen die zeggen dus, alleen maar het veroordelen van Hamas, daar kom je er niet mee. We moeten verder denken, er moet een algemene vredesregeling komen. Ja. En goed, je kunt erover denken hoe je erover wil denken. De discussie loopt. Er is niet eens een resolutie ingediend. Dat is geen goed teken, want in het algemeen is dat eigenlijk het enige wat zinvol is. Maar ze praten dan nu over een statement. Mm-hmm. Dat van de Veiligheidsraad. En ik denk dat er vroeg of laat wel zal komen. Ja. En dat dan inhoudt dat er een dringende oproep wordt gedaan aan alle partijen om het vuren te staken. Ja. Als je die verslagen leest van die bijeenkomst van de Veiligheidsraad, dan krijg je daar een beetje het idee uit dat, en dat zegt ook geloof ik de vertegenwoordiger van Rusland, van Amerika probeert ons een beetje af te schilderen als anti-Israël. Maar dat zijn we dus helemaal niet. En dat herken jij ook wel. Ja, nee, dat is ook zo. Dat zijn ze ook niet, eerlijk niet. Ik bedoel, de relatie tussen bijvoorbeeld Poetin en Netanyahu is altijd heel hartelijk en goed geweest. Dus ik denk dat hij wel gelijk heeft. Alleen het is, ik weet niet of je dat een principiële keuze moet noemen, Ivan. Dat je zegt, in dit geval met zo'n barbaarse invasie moet je toch echt de dader veroordelen. Daar is veel voor te zeggen. Er is ook wel wat voor te zeggen dat diplomaten het standpunt innemen dat het oplossen van het conflict alleen maar komt mogelijk is doordat alle partijen stoppen met vechten. En ze blijven natuurlijk principieel staan achter een Palestijnse staat. Maar daarbij zeg ik meteen, dat geldt eigenlijk voor elk land in de wereld. Het is het principe van de VN. Het is het principe van de Europese Unie, van de NAVO, van de Verenigde Staten. Ja. Vrijwel elk land in de wereld vindt dat. Dus ik kan me best voorstellen dat in zo'n verklaring of resolutie ook zo'n soort zinnetje moet worden ingebouwd. Maar het wordt nog even rommelen. Het zou mij niet verbazen als uiteindelijk de Verenigde Naties wel met een, op zijn minst met een statement komt. Ja, en wat de waarde daarvan ook is. Dan was er dit weekend, dat is altijd een beetje de vraag natuurlijk. Dan was er dit weekend veel onrust, speculatie over de eventuele rol van Iran hierin. En dan meldt de Wall Street Journal dat Iran wel degelijk betrokken zou zijn geweest bij de aanval van Hamas van dit weekend. Iran zelf ontkent dat dan weer. Daar schreef mij naar Tara Kenkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten in Libanon. Die zegt, Iran geeft al jaren steun aan Hamas en er is een sterke band tussen die twee.
Zowel Hamas als Iran ontkennen dat Iran wist welke dag dit zou gaan gebeuren. Of dat ze akkoord hebben gegeven of bij de precieze planning betrokken zijn geweest. Maar ja, de Wall Street Journal zegt inderdaad dat dus in de aanloop naar deze aanval toe er wel daadwerkelijk overleg is geweest. En dat lijkt me vrij aannemelijk. Ja, dat ook die datum daadwerkelijk geaccordeerd zou zijn. Wat betekent het als Iran hier zo bij betrokken is? Nou, dat betekent alleen maar dat er wordt bevestigd wat iedereen al lang weet. En wat Tara ook heel terecht zegt. Hamas leunt al jaren op steun vanuit Iran. Wat mij wel opviel was dat de Jerusalem Post, dat is een tamelijk conservatieve Israëlische krant, ook twijfels heeft over die directe betrokkenheid bij Iran. Dus simpel gezegd, dat Iran ermee te maken heeft, dat staat buiten kijf. Ze zorgen al jaren voor hulp bij de bewapening van Hamas. Ze verdedigen Hamas om principiële redenen op alle mogelijke punten. De vraag is of zij nu echt een regierol hebben gespeeld in die oorlog. En mijn neiging is om te geloven dat dat wel degelijk zo is geweest. Dus ik geloof de Wall Street Journal. Dan naar Egypte, ook een groot land in de regio. Dat land is gevraagd om te bemiddelen, meldt de Associated Press op basis van een functionaris in Egypte. Nou heeft Egypte geloof ik in het verleden wel meer geprobeerd om een bemiddelende rol te spelen. Is het aannemelijk dat dat nu ook gaat gebeuren? En zo ja hoe ziet die rol eruit dan? Ja, ik denk dat het aannemelijk is en ook dat je het moet hopen. Want precies zoals je zegt, ze hebben dat in het verleden ook al gedaan. En niet een paar keer, maar eigenlijk heel vaak. Bijna elke keer als daar de vlam in de pan gaat in die regio, dan is het Egypte dat uiteindelijk die vlam weer weet te doven. Nu is dit wel heel ernstig hoor. Dit is niet gewoon maar een schermutseling. Dit is natuurlijk een complete oorlog. Dus ik weet niet hoe groot de diplomatieke vaardigheden van Egypte zijn. En ook niet in hoeverre ze door beide partijen zo gemakkelijk worden aanvaard. Maar tot nu toe heeft Egypte altijd een buitengewoon creatieve rol gespeeld in het oplossen van de conflicten. Dus je moet. Ik vertrouw er wel in en ik heb er in ieder geval hoop op. Of het ze lukt, dat betwijfel ik hoor. Want nogmaals, dit is echt een stuk. Er is nog nooit zo'n ernstig conflict geweest. Ja. Sinds het oprichting van de staat Israël. Ja, want wanneer zou dat dan de middelen dat eventueel aan de orde komen dan? Want Israël zal toch eerst, nou ja, zijn acute veiligheid willen regelen, wat nog steeds niet gelukt is. En daarna wraak willen nemen. En ja, en dan? Nou, er zijn een paar dingen in eerste plaats. Dat zei je ook in je inleiding. Er wordt nog op 6 plekken in Israël gevochten met de Hamas-leden. Dus die zijn nog op Israëlisch grondgebied. Ik denk dat het eerste wat de Israëli's zullen willen is dat elk Hamas-lid ook echt verdwenen is, gevangen is, gedood is of teruggestuurd. Dus dat is eis nummer 1. Pas dan kun je spreken van misschien het herstel van enige veiligheid. Dat wil nog niet zeggen dat het afgelopen is met de raketaanvallen, maar het is denk ik wel veruit de belangrijkste stap. Voordat dat is gebeurd, is er geen sprake van onderhandelen. Dan gaat die oorlog gewoon door. En dan kan welk land dan ook met zijn beste bedoelingen daar niet zo heel veel aan doen. Er zijn ook verhalen van vannacht dat Amerika wil proberen om de partijen tot bedaren te brengen en heeft ook steun toegezegd, ook materiële steun aan Israël, ook niet onbelangrijk. Dus de Amerikanen zeggen, wij sturen extra versterking bij en rondom onze vliegdekschepen die daar zijn, inclusief gevechtsvliegtuigen, die als het moet dus ook de Israëlische kant kunnen kiezen. Ook dat is een behoorlijk belangrijke opmerking. Zeker weer gezien tegen de achtergrond van de vraag, wordt er nou onderhandeld en wanneer? Ja. Maar het gaat in elk geval even duren. Dit is niet iets wat zomaar ophoudt. We hadden een oorlog in Oekraïne. We hebben er nu een oorlog bij in Israël. Dat is hemelsbreed natuurlijk ook helemaal niet ver weg. Wat zou een langdurige oorlog, wat net aan jou ook heeft gezegd, het is geen operatie, maar het is iets, we zitten er voor de lange termijn in. Ja, wat betekent dat? Ook als je kijkt naar landen die andere landen steunen, die uit hun munitie lopen. Het ziet er niet goed uit. Nee. Dit is een soort van, moet ik zeggen, duivels scenario voor de hele wereld. Dat je twee van die grote conflicten tegelijk hebt.
In de eerste plaats, de oorlog in Oekraïne is niet helemaal te vergelijkbaar natuurlijk met die in Israël. De oorlog in Oekraïne duurt nu al 19 maanden en zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel langer duren. Ik ben ervan overtuigd dat de oorlog in Israël ook wel enige tijd zal duren, maar niet zo lang. Ja. Dus dat is een kwestie van, denk ik, enige weken. En dan zal dat toch wel weer enige rust kunnen weerkeren. Het grote probleem daar, Ivan, wordt wat denk ik het meest emotionele uiteindelijk en ook misschien wel het meest gevaarlijke onderdeel van deze hele kwestie is, dat is die gijzelaars. Ja. De Israëliërs die hebben een traditie op dit gebied. Die hebben ook iets dat heet zorgplicht. Net als de Amerikanen. Ja. Dus die moeten ervoor zorgen dat hun burgers in het buitenland veilig worden gesteld. Wij hebben dat bijvoorbeeld niet, hè, zorgplicht. Ja. We doen wel ons best. We hebben consulaire bijstand, maar geen zorgplicht. Israëliërs wel. Dit is heilig voor Israëliërs. Een Israëliër die in handen is van de vijand, dat is iets heiligs. Daar moet je iets aan doen. Ja. Dat wordt, denk ik, het moeilijkste probleem. Want het zijn niet maar gewoon burgers. Daar zitten ook officieren bij. Ja. Dat is ook nog nooit eerder gebeurd. Dus dat wordt, denk ik, het grote probleem. En dat zou ook de factor zijn die die oorlog kan verlengen. Er wordt nu ook al gesproken over wat is daar nu de strategie achter. En er zijn heel veel mensen die aannemen dat Hamas uiteindelijk gaat eisen dat ze ongeveer elke Palestijn die in Israëlische gevangenissen zit, wordt vrijgelaten in ruil voor deze gijzelaars. Ja. Maar dat is vooruitlopen op iets wat we nog niet weten. Nee, nou, dat gaat in ieder geval de situatie bepalen op korte termijn. Dankjewel, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.